Ik ben Johan de Wit en ik ben predikant in de vrijzinnigheid. Vrijzinnigheid, dat is een levenshouding die gestempeld wordt door een bepaald besef. Het besef, voortkomend uit de intuïtie die een mens heeft, dat onder deze werkelijkheid nog een andere werkelijkheid aanwezig is, een soort onderstroom, zonder dat je dat nou echt kunt benoemen. Daarin zit een bepaald geheim en dat geheim verenigt vrijzinnigen. Wat me met name inspireert, dat zijn de wijsheidstradities, waarin al deze menselijke dingen zijn overdacht en opgeschreven. En ik gebruik daar heel vaak voor dit boek. En wat er in die wijsheidstraditie staat, dat maakt mij ook bewust van de mensen om mij heen en de dieren om mij heen. En ik vind zelf dat ik iets moet doen aan het leed dat dieren wordt toegebracht, want ik ben verantwoordelijk voor die dieren als mens. Ik gebruik er nooit iets letterlijk van, maar als ik inspiratie nodig heb, dan kijk ik in dit boek en dan valt me altijd wel iets in. Ja, een levensmotto, daar moet ook een beetje ironie in zitten. Dus mijn levensmotto is, als je denkt dat je uniek bent, dan ben je niet de enige.